Alle dansers hebben het zwaar gehad deze week. Maar Lisa en Chico die spannen de kroon. Want door het oefenen van die moeilijke, moeilijke lift heeft Lisa ook dan nog eens een keer een gekneusde rib. Dames en heren, laat je horen en laat je voelen voor Lisa en Chico. She's crazy like a fool. Chico! Hé, hey, ik weet, je hebt de hele week heb je gestrest om die stomme lift. Hoe voel je nu? Opgelucht. Echt, hè? Jee! Die lift is gedaan! Hoe is het met je ribben? Doet het nu echt heel veel pijn? Ja. Nou, laten we beginnen bij Marco. Wat vond jij ervan? Ik kijk heel kritisch, hè? Dus daarom zitten we ook hier. Dus ik heb toch een zwak ding ontdekt bij Chico, onze superhuman. Omdat we al vaker hebben zien dansen, zie ik gewoon dat je het niet zo'n leuke stijl vindt. Je kan het en je doet het fantastisch, maar als ik naar Lisa kijk, die doet het een beetje over de top en het past ook bij deze stijl. En dan moet je het blijven doortrekken en dat geldt ook een beetje voor jou. Maar dat is omdat ik heel kritisch kijk. Voor de rest vond ik het eigenlijk een heel goede optreden. Dus, Daddy. Hij dacht, ik begin gewoon heel negatief. Weet je? Hij zet een negatief in en dan komt er opbouw. Dat is Belgisch. Belgisch. Jeff Kenya. Ik geloof mezelf niet, maar ik begin echt disco leuk te vinden. Het is ongelooflijk. maar het was een hele goede performance. Ik wil dat jullie voor de volgende keer een beetje beter gaan doseren. Want, Lize, je hebt energie voor ongeveer 20 mensen meer dan hier in de zaal zijn. En Chico, je hebt een neiging soms een beetje terughoudende houding gaan nemen. Dus energielevel was te verschillend. Pas op, het kan ook soms voor jullie te gevaarlijk worden. Nou, en performance was goed. Disco is bijna mijn stijl geworden. Bijna. Ja, gevaarlijk was het sowieso. Jan. Ja, ik vind het allemaal een beetje lauwtjes, jongens. Ik vond het hartstikke goed. Ik wou het net zeggen. Puntjes en... Kom op, hè. Jemig, zeg. Kom op, er staat hier iemand met een gekneusde rib. En daarnaast een werelddanseres, overigens. En daarnaast staat een andere werelddanser die een soort John Travolta Eat Your Heart Out act aan het doen is. En dan zitten we hier over hele kleine dingetjes. En het is waar, we moeten kritisch zijn. Dus dat zijn we, dus dat is alleen maar goed. Maar ik vond het echt een feest om naar te kijken. Ik vond het goed gedanst. Ik vond het heel goed gepartnerd. Het is zo moeilijk om te partneren met iemand die niet helemaal in orde is. Hè? En dan moet je heel erg voorzichtig zijn. Het stond er. Het was een goede act. Ik heb gelachen. Het publiek heeft genoten. Ik vond het fantastisch. Ja, en hij bedoelt dan lichamelijk, hè? Niet mentaal. Dat gaat nog wel, toch? Ja,
gelukkig. Ben jij nou ook zo benieuwd wat Lisa en Chico nog meer voor ons in petto hebben? Stem hen dan meteen naar de volgende liveshow. Vlaanderen kan dat door te bellen met 0905-53702 of sms koppel 2 naar 6620. Ben je en Vlaming en digitaal, dan kun je ook stemmen met de rode knop. In Nederland belt u naar 0909-1302 of sms u koppel 2 naar 6620. De lijnen zijn open. Lisa en Chico, dank jullie wel voor die fantastische show. Ann, ja? Waar ben jij dan? Ja, ik ben hier nog, want...